Hoe gaan we nu met die kennis van de hyperfocale afstand aan de slag in de praktijk? Ik heb hier een landschap waarbij ik een voorgrondelement heb, een varen. En ik wil die zeker scherp in beeld, maar ik wil ook scherp tot oneindig. Nu, dan moet ik twee dingen weten. Dan moet ik één kijken hoe mijn brandpuntsafstand is. Ik werk met een zoomlens, dus ik ga even kijken. Ik sta nu op de 17 mm. Dus de hele breedste afstand. En ik schat in dat die varen ongeveer op 1,5 meter staat. Ja, dus dan moet ik in dat tabelletje gaan zien naar een hyperfocale afstand die kleiner is dan 3 meter. Ja, want ik heb dan scherp tot 1,5 meter ongeveer. En dan moet ik kijken bij welke diafragma ik die afstand haal. Dus ik kijk nu hier op het kaartje, ik zit met 17 mm, dus dat is die 16, tussen die 16 en die 18. En ik moet een hyperfocale hebben van minder dan 3 meter. Ja, dus eigenlijk als ik een klein beetje reserve neem, dan ga ik die 18 gebruiken. En dan heb ik eigenlijk bij diafragma 4 al een hyperfocale afstand van 2,5 meter, wat mij eigenlijk scherptediepte heeft vanaf 1,25 meter. Ja, dus ik ga niet diafragma 4 gebruiken. Ik ga een klein beetje reserve nemen en ik kan dus 5,6 gebruiken. Ik heb op dit kaartje de onderste lijnen rood gekleurd, omdat daar de diffractie echt veel te sterk aanwezig is. Maar in dit geval volstaat het om eventueel 5,6 te gebruiken. Scherp te stellen op 2 meter ongeveer. En dan ga ik scherp hebben vanaf 1 meter tot oneindig. En van zodra de zon eruit komt, ga ik dat beeldje maken.